Back in Time van Pitbull. En Back in Time staat ook dit weekend in Nijmegen Centraal. Oeh. Dit jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd. Dat moet gevierd worden. Dat kan niet anders. En dat wordt ook gevierd. Sinds donderdag eigenlijk al vindt het festival Into the Future plaats op verschillende plekken in Nijmegen. Een van de organisatoren hiervan is Sjors van der Meulen. Sjors, goeie avond. Hallo. Hi. Kun je eerst even kort uitleggen wat Into the Future precies is? Into the Future is een festival dat 75 uur non-stop over heel Nijmegen plaatsvindt. En waar we eigenlijk gewoon kijken naar wat vrijheid nou eigenlijk voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud betekent. Mm, en concreet, wat is er dan? We vieren elk jaar op 5 mei de vrijheid. Maar wat we nou eigenlijk vieren, dat is eigenlijk een steeds vager begrip aan het worden. Ja, precies. Maar je zegt, we vieren het op 5 mei. Waarom is dit festival niet op 5 mei, maar nu al? Omdat wij dus een soort van vooronderzoek doen. Hier trekken wij bepaalde conclusies uit en die nemen we mee naar 5 mei. We maken als het ware de balans op van hoe jongeren nu over vrijheid denken. Mm-hmm. En daar kunnen we dan iets mee op 5 mei. Oké. En hoe ziet dat vooronderzoek eruit? Wat is er zoal te doen op het festival? Nou, er is van alles te doen. We hebben natuurlijk gewoon een heel leuk programma, want het is en blijft een festival. Dus het gaat over muziek, het gaat over dansen, het gaat over feesten. Maar er zijn ook debatmiddagen en workshops en presentaties. Er is eigenlijk van alles te doen. Oké, en er wordt ook, heb ik gezien, elke avond een Sunset March gelopen. Ja. Dat gebeurt in principe elke avond natuurlijk, 365 dagen per jaar. Wat maakt het dan deze dagen extra speciaal? Omdat we nu met allerlei groepen meelopen die normaal niet zo snel zou verwachten bij de Sunset March. We hebben vanavond bijvoorbeeld een heel groot feest, de LHBTI-feest in Brebbel. Mm-hmm. En voorafgaand aan dat feest doen we dus ook een Sunset March met medewerkers van dat feest. Okay. We krijgen een heel ander soort sfeer. En het leek ons leuk om allerlei verschillende groepen dus te betrekken bij de Sunset March. En dat zijn vooral groepen die dus heel erg veel te danken hebben aan de vrijheid die we hebben. En dat leek ons wel een gepaste match. Dus zodoende kun je bij ons een hele, ja, best wel exotische Sunset Marches lopen. Ja, en als ik het goed begrijp, is een beetje het oogappeltje van het festival is Into the Fik, een kampvuur van 75 uur. Klopt dat? Ja, klopt. Dat is eigenlijk het programma onderdeel dat van 75 uur non-stop achter elkaar doorgaat. Zo'n centraal punt. En nou zat ik afgelopen week het nieuws te kijken, het landelijke nieuws. En daar kwam op dat het verplaatst moest worden vanwege de hoge waterstanden. Ja, nee, dat was de eerste verhuizing inderdaad vanwege het hoge water. Ja. En nu verhuizen we weer, omdat het morgen komt er een storm. Oh. Ik ben even zijn naam vergeten. Kiara. Een heuse storm. Dus wij zijn eigenlijk als festival nu toch officieel een soort van, hebben de status van klimaatvluchteling gekregen. En dat is heel leuk, want we kunnen op die manier gewoon heel flexibel, het houdt ons ook scherp. En we komen op alle, we zijn zo'n reizend festival geworden door noodbrief, zeg maar. En waar is het kampvuur nu te vinden op dit moment? Het kampvuur is op dit moment naast het honigterrein te vinden. Oké. Honigcomplex. En het verhuis vanaf morgen, als het losgaat, dan verhuizen we naar binnen. Mm-hmm. En dan zitten we in het voorcafé van de Brebbel. Oké. Het festival is morgen, wordt het nog voor het laatst gehouden. Ja. Neem even heel snel een paar tips door voor morgen, voor mensen die het nog willen bezoeken. Als je een beetje sportief bent, dan kun je dus morgenmiddag, heb ik gezien, naar een weerbaarheidskliniek van Perry Ubeda. Nou, we hebben van alles. Ja, bij het kampvuur komen. Sorry? Als je sportief bent, kun je bij ons echt alles van alles doen. Ja, precies. Van rugby, tot en met American voetbal, tot en met frisbee, noem het allemaal maar op. En levensstratego heb ik gezien. Ja, die komt helaas te vervallen. Oh, dat is buiten. En dat zou allemaal wegwaaien en dat zou allemaal heel vervelend zijn. Dus we moeten een beetje om het weer heen laveren, maar het leeuwendeel kan gewoon doorgaan. Precies, en het wordt om 6:30 afgesloten, geloof ik, met allemaal burgemeesters ook. Ja, dan komen de 3 grote burgemeesters van Wageningen, Arnhem en Nijmegen bij elkaar. En dan maken we de balans op. Dan hebben ze gewoon eens geluisterd de hele week naar wat jongeren vinden. En dan komt er een final statement uit. En dat is dan de afsluiting van ons festival. Helemaal goed. Nou ja, ik denk dat onze luisteraars over het algemeen nogal van feestjes houden. Want we zijn echt een weekendprogramma. Je had het er straks al over dat vanavond dus in Brebbel vanaf 11 uur is daar het feest Into You vindt daar plaats. Ja. Is een samenwerking tussen onder andere House of Heel, Toen Roosje, COC, Milk en Kiss Kiss. En ja, er wordt één groot feest. Tickets zijn aan de deur nog te koop, geloof ik, voor €12. Dus
Mensen die nog geen plannen hebben voor vanavond, ga daarheen. Zeker. George, tot slot. Heb je voor mij één reden waarom we dit festival morgen nog moeten bezoeken? Waarom we dit festival moeten bezoeken? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om stil te staan bij het allerbelangrijkste bezit wat je hebt. Vrijheid. Dat gebeurt niet vaak. Dus ik denk dat al een reden is om het festival te bezoeken. En sowieso wat we aan sport bieden hebben, dat is gewoon het is zo breed. Daar zit voor iedereen wat tussen. Dus ik denk dat het... kijk op de website, zou ik zeggen. Dat is interthefuture.nu. En dan vind je genoeg leuks om gratis en heel vrijblijvend aan mee te doen. Genoeg te doen. George, dankjewel. Wij bouwen hier een vast feestje. En straks natuurlijk een gloednieuwe Miguel in de mix. Maar eerst Femke Louise. Dit is Boss Bitch. Hey, for the weekend. The koningin is back. Mensen, let me show. So drink from me. Drink from me. Let me show. We're on a sensory. So high. Let me shoot across the wall. Hey, for the weekend.